Tom van Hiefte. Vooraf was gezegd vuurwerk, we gaan stunten, maar het kwam er niet uit, echt. Nee, dat klopt. Ik denk dat we die 0-1 iets te snel krijgen om recht door te komen, zeg maar. Daarna speelde zij het goed uit en kwamen wij de eerste helft heel moeilijk voor in. Misschien 2-3 keer. Net na rust laaide het vuur wel op, denk ik. Ging het publiek ook mee. En dan is het jammer dat in plaats dat wij er aan inschieten, dat zij op een counter de 0-2 maken. Dan weet je dat tegen hen zo goed als gedaan is. Maar als je wilt stunten, je wilt iets laten zien, moet je dan met één spits beginnen? Ja, dat zijn vragen achteraf. Ik denk dat je tegen PSV ook thuis geen open huis moet houden. Dat zij daarin zeker met name voorin en op middenveld wel enorm veel kwaliteit hebben om de vrije man te vinden. Dan is het misschien wel opportun om de linies kort bij elkaar te houden en goed vanuit een goede organisatie te spelen. Dat was onze doelstelling. Maar ik zei het, we pakken niet zo snel de 0-1, waardoor je zelf ook iets meer ruimte soms weg gaat geven. En dat zij goed in hun spel komen en de bal goed kunnen rondtikken. Het was 1-0 of 0-1, vrij snel. Maar daarna had ik het idee dat PSV toch een beetje dacht van oké, we hebben voorsprong. Ze drukten niet echt door. En jullie maakten daar ook niet echt gebruik van om zelf ook je stempel te drukken, zeg maar. Ja, die 0-1 hebben we geprobeerd om te consolideren, zeg maar, voor de rust. Vooral niet als ik zonder kop naar voren te lopen en nog meer ruimte achterin te geven. Dan zag je dat ze toch weinig creëerden. En net na rust hadden we denk ik wel een opleving. Alleen moet je daar proberen. Ja. Moet je zelf scoren denk ik op dat moment. En krijgen we hem gewoon aan de andere kant in een counter tegen. En dan weet je dat tegen deze ploeg met die kwaliteit dat moeilijk wordt. Ja, dan is het dan toch de individuele kwaliteit die dan de doorslag geeft. Hè? En twee kansen zijn meteen twee goals natuurlijk. Ja, inderdaad. En ik denk zeker als je ziet hoe die de eerste afwerkt. Dat is gewoon pure kwaliteit van De Jong. Kan je niks op zeggen denk ik. Ja, dat achteraf gezien is het ook gewoon dat zij gewoon kwaliteit hebben en dat ze dan ook weten hoe ze het moeten uitspelen. Ja, en dan nu maar het vizier richten op dinsdag, op Groningen. Dan moet toch nog een keer gewoon 3 punten gehaald worden? Ja, inderdaad. Dinsdag is een nieuwe wedstrijd en dinsdag moeten die punten dan maar meer komen naar Kerkrade.